We gaan richting de themasessies met elkaar werken. Zometeen gaan we uiteen over een klein kwartiertje. Er komen zometeen themasessies, twee rondes. Je kan er zometeen gaan kiezen waar je graag bij wil. Je moet zometeen wel snel zijn, want er is beperkte toegang tot de workshops. Maar wel genoeg ruimte hoor. Maar wel, kijk echt even goed waar je bij wil zijn. Vier thema's. Als eerste bresgroeiproeven, bresinitiatieproeven, calamiteiten en crisissituaties en ruimte voor onderwijs. Wat we zullen doen zometeen is een korte pitch van het thema door de themaleiders die inhoudelijk met het thema bezig zijn. Zij zullen kort vertellen waar gaat de themasessie over, zodat je weet waar je ook mogelijkerwijs naartoe gaat. En dat doen we zometeen met de klok mee. Zometeen zullen we eerst een korte pitch krijgen van ruimte voor onderwijs, vervolgens de calamiteiten, de bres-initiatieproeven en de bres-groeiproeven. Ik zou graag de eerste persoon naar voren willen halen. En dat is rond onderwijs Wouter. Ik zal een korte pitch houden. Wouter Zomer. Ja. 1 minuut, hè? Ja. Voor zover het nog niet gezegd is. In het Living Lab Hedwige en Prosper Polder worden straks gigantisch mooie projecten uitgevoerd. Hele mooie proeven, enerzijds op gebied van dijkbelastingen en faalmechanismen, maar ook op gebied van calamiteitenoefeningen en heel veel gegevens worden erin gewonnen. En juist die gegevens en de resultaten van die proeven, die kunnen heel goed worden gebruikt in onderwijs voor het opleiden van onze medewerkers van de toekomst. Want ik weet niet wie dat zei, maar er zei iemand van 20 jaar geleden het hoogwater. Daar zijn alweer heel veel mensen met pensioen mee. En die mensen van de toekomst, die kunnen wij met deze projecten gaan opleiden. De jeugd heeft de toekomst, dus kom vooral ook langs bij het onderwijsblok, linksachter in de zaal. Niet alleen voor het onderwijs, maar eigenlijk voor iedereen die hier zit. Dankjewel, Wouter. Ja, hartstikke mooi. Applausje. We gaan naar nummer 2, de calamiteit. Even terug. Calamiteit en crisissituatie. Marjan Boltink. Goedemiddag. Wij willen jullie graag uitnodigen voor sessie 3. Dat is de rode sessie. Dat gaat over crisisbeheersing en crisisorganisatie. En het oefenen met ook de dijkbewakingorganisatie. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Mark Balemans. Die heeft net al een verhaal gehouden, ook over waarom het zo belangrijk is. En Martin Nieuwenhuis. Wij gaan dat met ons drieën doen. Wij willen graag met jullie in overleg over wat dit betekent voor de dijkbewaking en voor de crisisorganisatie. Wat kunnen we oefenen? Wat willen jullie bekijken? Wat willen jullie testen daar? Wat willen jullie aan middelen gebruiken? Wat hebben jullie aan ideeën voor middelen? Nou, daar willen we het graag over hebben. En met wie gaan we die oefeningen dan doen? We hebben het heel erg over de civiel-militaire samenwerking daarin ook. En de eerste ronde, die gaat vooral ook over de situatie totdat het heel spannend wordt op de dijk. En dat de dijk misschien wel gaat falen. En het tweede deel, de tweede ronde, die gaat Mark vooral ook verzorgen. En dan gaat het over de Brest Defender. Wat kunnen we doen om het gat in de dijk tegen te gaan, dat het gewoon niet gaat falen. En wat als hij dan wel door is, wat kunnen we dan doen? En daar hebben jullie allerlei goede ideeën voor. Dus de eerste ronde een iets ander accent dus dan de tweede ronde. Klopt. Dankjewel voor jou. Moet er nog iets bij? Of is het jullie verhaal? Nee, misschien een kleine suggestie. Ja. Ze zijn het ermee eens. De rode groep, je hebt ook rood jasje aan, dus je bent heel herkenbaar in het rood. Dankjewel. De bres-initiatieproeven. Yvette Pluimers. Ik ben niet de inhoudelijk deskundig, maar de moderator van de groene sessie, de bres-initiatieproeven. Wat gaan we doen in die sessie? We gaan kijken naar het onderzoek naar het gedrag van dijken onder belastende condities. Dat kan gaan over bekleding, hè, dus dan hebben we het over overloop, overslag, infiltratie. Het kan natuurlijk ook gaan over interne erosie, allerlei gravende dieren en explosieven en lekkende leidingen. Dus dat komt terug. We hebben voor die proeven nu in gedachten een gebied in Nederland en een gebied in België. Dat heeft als voordeel dat je dus twee gebieden hebt met waar de dijk een eigen beheerregime heeft gekend de afgelopen jaren. De dijk heeft ook een iets andere vorm. Hier ligt een weg op en hier niet. Dus die verschillen brengen misschien wel hele mooie nieuwe inzichten. Dus de inhoudelijk deskundigen die de workshop gaan geven zijn Miron van Damme en Jansje van Loon, daar van achter. Miron van de TU Delft en Jansje van de Universiteit Wageningen. Ik zou zeggen, groene groep. Dankjewel, applausje. Last but not least. Ja, want als jij eenmaal een bres-initiatie hebt gehad, dan wordt het pas echt leuk. Dan krijg je de bres-vorming en de bres-groei.
Dat wil in eerste instantie doen op wat bescheiden schaal. Patrick heeft net al het gras van mijn voeten weggemaaid. We hebben voor de Gele Dijk hebben we een voorland liggen. In eerste instantie is dat vrij hoog. Dat is nauwelijks lager dan Springtij. Dan kan er natuurlijk al wat worden gedaan. Vervolgens zal het voorland worden afgegraven. Eerst tot middelhoog en daarna tot laag. En dan worden er iedere keer kleinschalige proefjes worden gedaan. Waarmee de bresvorming goed en wel op gang komt. En dan stoppen we er weer mee. En als laatste de finale proef waarbij er veel wordt gedemoleerd. We starten met een knal. En dan kan het flink doorgroeien tot 50, 100 meter breed. We zien wel. Dat is leuk. En omdat het zo leuk is, iedereen die daarheen wil, die moet in deze zaal zijn. Ja, André, dankjewel. Hoe gaat het in zijn werk? Zometeen als volgt. We hebben twee sessierondes. We beginnen ietsje eerder dan 14:15. Ik zou je vooral willen uitnodigen zometeen naar de zalen te gaan, als we ook weten wie waar naartoe gaat. Twee rondes van een uur. Thema ronde 1 en thema sessieronde 2. Je kan zometeen een thema kiezen. Ik leg je zometeen uit hoe dat in zijn werk gaat. En daarbij geldt wel vol is vol. Dus wees er snel bij als je graag ergens wil zijn. En je hebt altijd ronde 2 nog de kans om alsnog aan te haken. Dus zorg goed voor jezelf. We werken met een moderator en met een themaleider. De themaleider heb je net al gezien en ook een moderator. Maar iemand zal het proces begeleiden, de stappen die je zet met elkaar gedurende zo'n uur. Want je zal merken, zo'n uur gaat best wel snel. En volgens mij moeten we vooral met z'n allen kijken, hoe haal je ook het beste een groot visnet op met mooie oogst uit die sessie. En daar helpen de moderators bij. De visual recorders tekenen mee op de achtergrond. Daar zal je misschien niet eens zoveel van doorhebben, maar aan het eind ligt daar gewoon een prachtig resultaat, wat zij ook gaan presenteren aan Ludolf als oogst van vanmiddag. En er is koffie en thee in de zalen. Dus als je zo meteen naar je zaal gaat, weet je dat je daar nog wat te drinken kan vinden. De sessies gaan ook aan één stuk aan elkaar door, zonder pauze. Totdat we met elkaar gaan borrelen. Dus zo gaat het in zijn werk. Wat gebeurt er in die sessies? De opbouw is als volgt. Er zal eerst een korte presentatie komen vanuit STOA en WL. Van wat hebben we nou getrechterd het voorbije jaar? Wat ligt er nu al? Welke ideeën hebben wij over proeven? En vervolgens komt de vraag terug naar jullie. De vraag zal soms iets anders geformuleerd zijn dan die hier staat. Maar in ieder geval wel, wat hebben jullie nou voor aanvulling op deze plannen vanuit je expertise? He, misschien wel hele nieuwe dingen of die gewoon mooi toegevoegd kunnen worden aan wat er al ligt. Maar ook welke onderzoeksvraag heb jij en welke technologie zou je willen beproeven? Want dat is ook voor dit team hartstikke handig om te weten van wat voor samenwerkingen kunnen er potentieel dus ook gaan ontstaan. En wat heb je nodig om tot actie te komen? Dus wat heb je nog nodig van ons, van de organisatoren of wellicht ook van anderen? Dat wordt de rode draad van die sessies. Maar daar nemen de moderators jullie ook in mee. Is dat helder zo, zoals ik het nu... Oké. Nu, er komt even een spannend moment in die zin dat we gaan kijken wie wil bij welke groep komen. Er zijn dus 4 kleuren te verdelen. De kleuren staan allemaal voor één van de themasessies, voor de titels van de themasessies en zoals je ze net ook hebt gehoord in de pitch.